wil jullie allemaal dus hartelijk welkom heten hier in Wageningen. Op de campus van Wageningen, Universiteit Research Centrum. Een heel belangrijk doel van vanmiddag is om kennis te delen, dus laten we dat vooral voorop zetten. Conventionele drainage kennen we eigenlijk allemaal. Dat is die situatie die u links ziet. En dat kun je heel makkelijk regelbaar maken of gecontroleerd door bijvoorbeeld met de stuw het peil in de sloot te verhogen. Nou, regelbare drainage kun je ook samengesteld maken. Bedrijven kunnen dat natuurlijk heel makkelijk doen. Eerst de verzameldrain installeren en daar dan die andere drains, de normale drains, op uit laten komen. En dan laat je vervolgens die verzameldrain in een put eindigen. En in die put kun je een pijp, een verticale pijp installeren. En als je er nou maar voor zorgt dat dat water wat uit die drains komt naar boven moet door die pijp voordat het wegstroomt, dan heb je een gecontroleerd systeem gemaakt wat kan werken dankzij het feit dat je alleen maar die pijp op en neer hoeft te doen. Sommige mensen denken van, nou, zo ingewikkeld met die pijpjes allemaal en hoe moet ik dat dan gaan instellen? We hebben een systeem wat voor verschillende condities ons schaarse, kostbare water en de nutriënten zo goed mogelijk beheert. We hadden een probleem bij de natuurgebieden in Nederweert. En om de spanning tussen landbouw en natuur weg te halen, is in een zeer korte tijd dit systeem bedacht. Heel simpel en toch goed werkend. Pijlgestuurde drainage is in beginsel en mits goed toegepast, correct toegepast, eigenlijk een vernuftig systeem. Maar het is niet dé standaard oplossing voor al uw hydrologische problemen. Je moet over alle dingen heel genuanceerd denken, dus ook over deze drainage. Maar wij zijn er wel enthousiast over. Het heeft potentie, natuurlijk. Maar het is niet zo dat het middel is tegen al uw wateroverlast of watertekortopgave. Het is een maatregel. Maar daarnaast zijn er heel veel andere maatregelen, zoals het ophogen van slootbodems, het opzetten van pijlen in je oppervlaktewatersysteem. Dus dit is gewoon een maatregel in een toolkit met heel veel andere dingen die je samen met elkaar moet gaan treffen. Dat is de afweging die je elke keer moet maken. Is er sprake van een conventionele drainage, dan zal pijlgestuurde drainage altijd beter zijn, mits die drainagediepte hoger is. Maar in een niet gedraineerd perceel, dan moet je afvragen of pijlgestuurde drainage wel zo'n goed effectief middel is. Een boer die kan, als hij zo'n systeem heeft, dan kan hij afhankelijk van de waterbeheerder, want die beheert natuurlijk het buitenwater, het niveau van het buitenwater, is een boer zelf in staat om zijn eigen waterbeheer op zijn bedrijf min of meer te regelen. Het is iets wat ze zelf kunnen aanleggen, wat ze zelf kunnen beheren en wat heel dicht bij hun staat. Het is een agrarisch bekende maatregel, het is geen vreemde maatregel. En dat zien ze als een hele belangrijke voordeel. Die zelfvoorzienendheid op die agrarische bedrijven, dat is voor ons van essentieel belang. Dat we goed die boeren de bewustwording laten krijgen dat ze niet het water van buitenaf of het bodemwater gebruiken, maar dat ze zelf nadenken over hun watervoorziening. Of het nou echt opbrengstverhogend is, dat is natuurlijk de vraag. Er zijn signalen uit de praktijk dat dat wel zo is, vooral in droge jaren, omdat je een beregeningsbeurt kunt overslaan. Er wordt nu gedacht over drainagesystemen die rekening houden met de weersverwachting. Dus dat je zegt van nou, ik zou eigenlijk wel, ik weet dat er nu een onweersbui aankomt, ik zit vrij droog, dus ik zet het zaakje dicht van tevoren. Verzilting is natuurlijk ook een belangrijk probleem in het westen van het land. Veel mensen praten over zoetwaterbellen, maar feit is en blijft natuurlijk dat er wel degelijk een relatie is met de drainage en de waterbeweging in de drainage. Uitspoeling van nutriënten kunnen wij ook reguleren. Uit modelonderzoek weten we dat bijvoorbeeld de denitrificatie toeneemt als ik een ondiepere grondwaterstand heb, zuurstofloze condities enzovoort. Dat zou dus betekenen dat de concentratie lager zou worden als ik mijn drainage dichtknijp, laat ik het zo zeggen. In de praktijk, wat er gebeurt, is dat omdat die drainage wordt gestremd, is het gewoon de hoeveelheid water die uiteindelijk uit het systeem verdwijnt, uit het perceel verdwijnt, met die nutriënten, is een stuk minder. En omdat het minder is, komt er ook uiteindelijk, is die belasting van het oppervlaktewater ook minder. Als je een precieze laserhoogte inzet, dan trekt hij zich en dan gaat hij eerst omhoog en dan duikt hij naar zijn diepte. Een pijl in het natuurgebied. Als je dat systeem toepast en meer buiten liggen per vierkante meter, dan kun je wel sneller resulteren. Het is in feite een installatie die je krijgt.
Het is niet zoals een ouderwetse drainage, ja, die doet het altijd. Nee, je moet het echt leren bedienen. En de bediening hangt af van wat de verschillende belangen van jou als boer gaan vragen hoe je het in moet stellen. We moeten de boeren leren omgaan met het instrument. En we moeten de boeren ook leren om het te onderhouden. Dus niet alleen maar aanleggen, maar ook in de toekomst te blijven gebruiken. Die verantwoordelijkheid leg je dus bij de agrarische sector. Nou, dan moeten we bekijken hoe dat in de praktijk zal werken. Je kan niet zeggen van het is een eenheidsworst, om het zomaar even te zeggen. Het moet dus, je moet heel goed kijken van wat is bij welk bedrijf goed toepasbaar. De praktijk wijst wel uit dat je... Dat de boeren natuurlijk een privaat belang hebben. Die willen in het voorjaar het land op. Die willen hun gras goed zien groeien. Die willen met het vee de wei in. Er is natuurlijk een wens vanuit natuur om de pijlen wat hoger te hebben dan in landbouwgronden. Maar natuurbeheer is niet gebaat bij flinke fluctuaties. Meestal willen wij een stabiel waterregime. Waterbeheer, stabiele waterpijlen. Dat is heel belangrijk voor de stabiliteit van die natuurwaarden. Ik denk dat er wel meer onderzoek en laat zeggen, maatwerk vooral nodig is. Dat is ook wel een paar keer genoemd. Om het tot een geschikt middel waar we nu met z'n allen achteraan gaan staan. Er wordt ook vaak gevraagd van als je iets gevonden hebt, kun je het dan niet opschalen tot een polder of tot een groter deel van Nederland. Dat is natuurlijk heel moeilijk als je niet zeker weet van hoe representatief is het eigenlijk wat ik nou gevonden heb. Dus daar worstel ik nog wel mee. Aan de ene kant willen we natuurlijk altijd meer data verzamelen over de werking van het systeem. En we hebben nu 4 jaar het systeem gemeten. En ja, elk jaar is het natuurlijk ook weer anders, omdat de omstandigheden van het weer ook weer anders zijn. En dat blijft waarschijnlijk ook natuurlijk in de toekomst. En we moeten dus doorgaan met het verzamelen van gegevens. Maar aan de andere kant is er dus ook een hele grote roep om een vertaling naar het waterbeheer in Nederland. Ik heb genoten. Ja, ik vond het heel interessant en heel leuk om te doen. En ik denk ook dat wij een aantal dingen hebben bereikt, dat we een stap hebben gezet. Eigenlijk kun je zeggen dat het pijlstuurdrainage is een soort katalysator die ervoor zorgt dat mensen nu met elkaar gaan samenwerken. Terwijl ze dat tot nu toe, en ik ben optimist van nature, dus ik hoop, maar tot nu toe zetten de mensen vaak het hak in het zand. Dat ze toch ontdekt hebben vanmiddag. Ja, als ik een stap naar voren zet, zal die ander dat ook doen. Ja, die 1,9 altijd. Dat zal het dan gebeuren.